Frankreich ist Anastasios Tsanis, heb ik het goed, ja. Is van de jong talentenklas van de Academie voor Muziek, Woord en Dans. En hij gaat een paar mooie stukjes straks nog verder spelen. Hè. Dank u alvast. Beste collega's, beste cursisten, beste vrienden. Welkom. En ook natuurlijk speciaal welkom aan mevrouw Annick Nagels, schepen van Jeugd, Cultuur, Sportbibliotheek en de Academies. En dus ook de Academie voor Beeldende Kunst en Media. Schepen heeft net het startsein gegeven voor Genk danst. Hè. En nu van de dans naar het beeldende. Dat is wel een hele overgang, maar dat gaat allemaal. Hè. Eerst natuurlijk, zoals dat hoort, de verantwoordelijken van de bibliotheek bedanken voor hun gastvrijheid. Hè. Bibliothecaris Geertje de Scheermaker en ook de medewerker Vivian Dirks, die zo'n beetje de go-between is altijd geweest tussen de academie en de bibliotheek. En het is al de vijfde maal dat we hier te gast zijn, dat we hier een tentoonstelling mogen organiseren. Dus een beetje een jubileum, zou ik zeggen, hè, vijf maal. En dat is dan een hout of een plastic of een blik jubileum, dat is nog niet zoveel. We zouden misschien ook kunnen zeggen een PMD jubileum, hè, om het met een hedendaags woord te zeggen. We zijn inderdaad 4 jaar geleden gestart voor de eerste keer hier met onze afdeling toegepaste grafiek. Boekkunst is dan geweest, textielkunst, vorig jaar als vrije grafieker en nu dus onze optie beeldhouwkunst. Hè. We mogen toch al een beetje spreken van een traditie, denk ik, hè, dat we hier te gast mogen zijn in deze prachtige bibliotheek. Dit jaar hebben we gekozen voor de maand mei om tentoon te stellen. Andere jaren was zo'n beetje de afspraak dat de academie gast mag zijn in de maand juni. Maar we hebben natuurlijk ook op het einde van de maand heeft de academie een nieuwe tentoonstelling voor de tweede maal in het Loofijnerpark Land Art. Hè, dus een vrij groot project. En ja, we kunnen natuurlijk niet alles tegelijk, vandaar dat we nu in mei te gast zijn en niet in juni. Ook nog een keer extra dank aan de leerkrachten natuurlijk, beeldhouwkunst, Hilde Cornudes en Josse Busser en natuurlijk aan de 13 cursisten die hun werk hier tentoonstellen, cursisten van de hogere graad van onze optie beeldhouwkunst. Dan hebben we nog de collega's die verantwoordelijk waren voor al het grafische werk, Hilde ook en Erwin Oosterbos van onze collega en natuurlijk de dienst communicatie van de stad Genk, die zorgen dat al dat virtuele, al die pdf's tastbaar gemaakt worden en uiteindelijk gevisualiseerd werden op papier voor de affiche, de uitnodiging en ook een kleine catalogus. Dat is ook wel een beetje nieuw, denk ik, hè, in onze academie, maar we hebben ditmaal ook een kleine catalogus gemaakt met wat uitleg over het werk en elke cursus staat daar ook in vermeld. Zo, u ziet maar een hele lijst van mensen die allemaal meewerken aan zo'n tentoonstelling. Het is altijd een hele klus, hè. Er zijn heel wat mensen mee betrokken en moet dan ook wel heel wat coördinatie en het vraagt ook heel wat tijd. Nu het aantal leerlingen in onze academie voor beeldende kunst liever en in de optie beeldhouwkunst meer specifiek is een beetje gedaald de laatste jaren, maar we mogen toch nog zeggen dat dat bij ons in de academie de grootste optie is, hè, het grootste atelier met toch bijna 80 cursisten in de volledige cyclus en dat wil toch wel wat zeggen, denk ik. Hè. Nu, niet alle academies in Limburg hebben een optie beeldhouwkunst. Er zijn 8 academies in Limburg hier, 4 daarvan hebben een optie beeldhouwkunst. En als we een keer gaan kijken naar Vlaanderen, dan zien we dat er ongeveer 52 academies zijn op de 160 academies, dus een totaal in Vlaanderen, die beeldhouwkunst aanbieden. Dus ik denk, wij zitten hier aan 50% in Limburg. Vlaams gezien is het ongeveer een derde. Dus ja, we zijn goed bediend, denk ik, hier in Limburg. Hè. Nu, een afdeling of een optie beeldhouwkunst is per slot van rekening ook een vraagt heel veel ruimte ook. Beeldhouwkunst vraagt heel veel techniek. Ze gebruiken heel veel materialen, heel veel technieken. En dus je hebt wel wat ruimte nodig om zoiets te organiseren.
En ook het veiligheidsaspect speelt ook een heel grote rol in al die verschillende ateliers. En dat vraagt ook voortdurend veel aandacht. Ik krijg soms wel eens iemand over de vloer die wat inlichtingen komt vragen in de academie. En die zeggen dan, ja, beeldhouwkunst, is dat niet zo met een steen en kappen? Hè? Het is toch houden, hè? Dat staat toch in het woord, beeldhouwkunst. Dat is natuurlijk een beetje, dat is voorbij. Hè? Beeldhouwkunst is niet meer zo, het woord beeldhouwkunst is niet meer zo letterlijk te nemen. Hè? Het gaat niet meer alleen om het kappen uit steen of marmer. Die hedendaagse beeldhouwkunst beslaat een heel groot scala van technieken en uitbeeldingsvormen, sculpturen, assemblages, installaties, landart, standbeelden, borstbeelden, monumenten, reliefs. Er zijn er nog maar enkele van de hele lijst. En dan hebben ze ook nog allemaal hun diversiteit in het materiaal, een veelheid van materialen, marmer, hout, klei, staal, kunststof. Je moet maar door onze tentoonstelling wandelen. En je kan het allemaal eens bekijken. En één daarvan is natuurlijk ook papier. Hè? Papier als materiaal. Er zijn heel wat kunstenaars, beeldhouwers ook, of kunstenaars die met papier werken. En dat is ook zo'n beetje het leidmotief, de rode draad in deze tentoonstelling ook. We gaan een keer werken met papier. Hè? Dat is ook wel zeer toepasselijk in zo'n bibliotheek. Denk dat het niet beter kan in feite dit als onderwerp te nemen. Hè? Nu, de Homo sapiens heeft al heel vroeg behoefte gehad blijkbaar om zich in de derde dimensie te uiten en uit te drukken. En ook beeldhouwkunst is een van de oudste uitdrukkingsmiddelen, hè, vanaf de prehistorie al, over de Grieken en de Romeinen, de gotiek, de renaissance, de barok, de romantiek, cubisme, abstracte kunst. Beeldhouwkunst heeft altijd heeft in al die stromingen altijd haar eigen wijze van uitdrukking kunnen vinden. We mogen de feiten in Genk ook, in onze academie, erg fier zijn dat we beschikken over een zeer goed uitgerust atelier of ateliers. Hè, want we hebben de mogelijkheid om brons te gieten. We hebben een speciaal lokaal voor polyester, een laslokaal, een gipslokaal. We hebben buitenruimtes om nog te kappen. En we hebben ook de laatste jaren heel wat investeringen gedaan om dit atelier als een goed uitgerust atelier nog verder uit te bouwen en te laten functioneren. En ook onze cursisten de mogelijkheid te geven om het materiaal en ook de uitdrukkingsvorm te vinden waar ze zich best in voelen, waar ze zich best in kunnen uitdrukken. En naar de toekomst zullen we zeker die weg nog verder inslaan. In ons nieuwe artistiek-pedagogisch project dat we vorig schooljaar hebben opgesteld ook, staat dat we als academie ook de nieuwe wegen in feite van de digitale technieken willen introduceren in onze opleiding. En we staan dan ook voor de aankoop van een driedimensionele printer voor het volgende schooljaar. En we willen ook daarin investeren en meegaan met de tijd. Investeringen die we ook kunnen doen, hè, dankzij de inspanningen van de stad Genk natuurlijk. Hè, want met onze werkingsmiddelen die we ontvangen van het departement onderwijs, zou dat allemaal niet lukken. Als jullie straks de tentoonstelling zullen bezoeken, dan zal de grote verscheidenheid in feite wel in de werken nu opvallen. En dat is nogmaals een bewijs dat we als kunstacademie de artistieke ontwikkeling van elk individu zeer belangrijk vinden en onze cursisten willen begeleiden in het zoeken naar een persoonlijke vormentaal om zich als kunstenaar uit te drukken. Ik zou zeggen nogmaals proficiat aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie resultaat. We gaan de traditie om hier te tonen te stellen in de bibliotheek zeker in ere houden. En we gaan natuurlijk voor het volgende jubileum. Dank u wel. En dan luister ik nog naar een volgende nummertje. Allemaal welkom heten op deze bijzondere dag. Een dag waar we al maanden eigenlijk naartoe gewerkt is. Een tentoonstelling die lijkt eigenlijk een klein beetje op een bevalling. Eigenlijk geen bevalling, maar een zwangerschap. We beginnen dus eigenlijk van conceptie tot bevalling. Als het er eenmaal is of staat, dan lijkt het alsof het heel makkelijk verlopen is. Maar schijn bedriegt natuurlijk. Want eerst en vooral een dikke proficiat aan onze 13 beeldhouwers, die sinds september al druk in de weer zijn met dit project.
voor de inzet, het enthousiasme en vooral voor de passie die ze tonen voor dit project. En al de uren die ze er natuurlijk ook in staken. Papier als drager. De kapstok waar elk ontwerp aan ophangt. Eerst samen denken, brainstormen. Dan kwamen de ontwerpen, de schetsen, het verzamelen van al het materiaal. Maquettes bouwen, verbouwen, nog eens veranderen, zoeken en soms ook heel hard vloeken. Misschien iets meer over onze titel, Papier als drager. Een mooie locatie zoals deze, hier de bibliotheek van Genk, vraagt om een thema wat past helemaal bij het gebouw en voor wat het eigenlijk ook staat, dus de functie ervan. Informatie, ontspanning, ontmoeten en zo meer. Bij het brainstormen was het heel interessant om te zien hoe verschillend ieder van de beeldhouwers dit thema bekeek. Samen erover praten, denken over dit thema bracht heel verschillende zienswijzen naar voren. Sommigen bekeken het eerder filosofisch, inhoudelijk, sommigen interactief, anderen gingen meer over het hedendaagse medium nadenken en de combinatie tussen dus het geschreven woord en de media. Anderen zagen meer in het materiaal zelf, het papier, de grondstof op zich, het fragiele, het sterke of de oorsprong ervan misschien. En gingen op zoek naar de eigenschappen die het papier had en de mogelijkheden die het materiaal biedt. Resultaat is daardoor een heel verscheiden geheel met een heel persoonlijke insteek. Als jullie hierover nog iets meer willen weten, het boekje heeft onze directeur al laten zien. En dan zien jullie ook dat iedereen een naamkaartje op heeft, heel toepasselijk met papier ook. Spreek gerust de mensen aan die met zo'n papiertje rondlopen als je iets meer over de werken wilt weten. Want in het boekje staat het eigenlijk maar helemaal in het kort geschreven. Verder zien jullie nog een fotoreeks waar we dan een klein beetje laten zien van hoe het een beetje tot stand is gekomen, de schetsen en ook de opbouw van deze tentoonstelling. Nu ga ik even het woord geven aan Jos, die gaat nog iets meer vertellen. Nee, kom maar even. Beste vrienden, Johan en Hilde hebben al heel wat dingen van belang gezegd daarnet, dus ik moet oppassen dat ik mij niet schuldig maak aan de wijsheid van de grote Montesquieu. In beeldhouwerstermen zegt hij dit: de speech met de minste diepte en de minste inhoud heeft meestal niks tekort aan lengte. De cursisten, Hilde en ik, wij zijn heel blij en heel trots dat wij vandaag en de komende 4 weken het resultaat van die lange voorbereidingsperiode aan jullie en aan alle bezoekers aan de BIEB kunnen laten zien. Een compliment aan onze atelierfotograaf. Hilde heeft hem vergeten te bedanken, de echtgenoot van Hilde heeft ervoor gezorgd. Alex, bedankt. Fijne fiets. Trouwens, ik heb vergeten de beeldhouwers te bedanken. Goed gewerkt. We zijn fier op u. Dank u. Nee, maar u ziet dus het werk van Alex met al de foto's van het maakproces die hier over het scherm schuiven. En dat ziet er goed uit. Nu vergeet ik eigenlijk andere partners van onze cursisten te bedanken. En dat heeft dan te maken met het geduld en de steun. Soms verdienen ze een pluim omwille van de dingen die zij niet hebben kunnen doen, die ze zich hebben moeten ontzeggen. De offers en dat soort zaken. Dus het klinkt een beetje pompeus,
maar er klopt wel iets van. Want ik herinner mij een mailtje. Een mailtje van een heel bezorgde echtgenoot. En die schrijft zo ongeveer: Hilde en Jos. Jos schrijft hij eigenlijk. Wat hebben jullie toch met mijn vrouwtje gedaan? Ons interieur is veranderd in een parcours met hindernissen. Overal ligt er stof. De ijskast is leeg en een stapeltje ondergoed begint danig te slinken. Het lijkt meer op een combinatie van een tsunami en een springvloed. Ja, wat nu? Ah ja, ik vergeet nog iets. Dan zegt hij erbij, als dat volgend schooljaar nog zo doorgaat, denk ik dat wij onder het genot van één of meerdere pintjes toch eens een hartig woordje moeten spreken. Goed, puntje, puntje, puntje. Dat is wat ik nu met jullie allemaal samen wil doen, als Aniek heeft gesproken natuurlijk. Het glas heffen op het succes van deze tentoonstelling, het succes van onze cursisten en het succes van onze academie. Ik dank u. Jullie hebben al een tijdje moeten wachten, mijn excuses. De parade van Genk danst, dat zijn 15 groepen die wij hier in het Genkse kennen, van diverse pluimage. We hadden nog een optochtje door Genk en aangezien onze operade een paar dagen geleden in het water was gevallen, hebben we deze een beetje langer gerokken. Alleszins, ik ben heel blij te horen dat de bevalling geslaagd is. Ik ben zelf ook pas bevallen, het is al 3 maanden geleden en het komt allemaal terug. Ik ben blij dat de bibliotheek de verloskamer is. Ik ben blij dat Jos en Hilde de vroedvrouw en de vroedman van dienst zijn. Want jullie zijn de bakens, hè, uiteindelijk, die hen door het proces hebben geholpen. Maar ik ben vooral blij met de 13 creaties, de 13 baby's inderdaad, die hier naar voren zijn gekomen. Die met heel veel durf, heel veel toewijding, heel veel doorzettingsvermogen, maar vooral veel passie zijn gemaakt. En ik zal ze met liefde in het bevolkingsregister van de stad Genk inschrijven. En ik ga het ook kort houden, want we hebben allemaal dorst. Wij als stad Genk willen vooral een stad van creativiteit zijn en innovatie. En ik ben heel blij dat de academie daar al jaar in jaar uit deel van uitmaakt. Maar vooral dat we ook prachtige leerkrachten hebben, maar vooral dat we ook prachtige leerlingen hebben die aan die creaties deelnemen en die eigenlijk onze toekomst weer zo mooier maken. Ik ben heel benieuwd om ze zelfs te zien. Ik denk ook dat ze hier op deze plek een prachtige tentoonstelling krijgen of een prachtige ruimte krijgen om zichzelf ook te zijn. En ik daag jullie vooral uit om met die creativiteit en die innovatie verder te gaan. Want als er iets nodig is, na het gegeven dat we hebben meegemaakt met de mijnen, na het gegeven wat we hebben meegemaakt met het fort, de fort die sluit, hebben we vooral die creativiteit en die innovatie nodig. En vooral voorbeelden om aan jongeren, maar ook ouderen te laten zien dat je met kunst en cultuur verder kunt en dat je daarmee die creativiteit ook kunt omzetten in iets wat prachtig is en wat iets wat duurzaam is en wat in iets wat misschien ook economisch kan vertaald worden. Dus ik nodig jullie bij deze allemaal uit op de babyborrel. De geboortekaartjes zijn al mooi gemaakt, hè, met papier. Ik zie ook dat het heel mooi aangekleed is, ook een dikke dankjewel daarvoor. En bij deze, u mag naar de babyborrel gaan. We hebben wel enkele strikte regels. U mag niet met uw glas in de bibliotheek. U mag dus hier blijven borrelen. En als u daarna nog goesting heeft, mag u nog even gaan meedansen op het podium van Genk danst. Een dikke proficiaat aan de 13 creatievelingen, aan de academiedirecteur, ook aan Jos en Hilde. En vooral ook aan de prachtige samenwerking, aan ons jong talent hier. Want ik zie het al, de fusie tussen de twee stedelijke academies is eigenlijk zo al een beetje een feit.
En ik ben er heel blij om dat wij weer mogen genieten van jullie prachtige expressies. En nu gaan we even drinken. Proficiat! Te groot, joh. Geen seizoen meer. Voor gezondheid, hè. Gezondheid. Gezondheid. Proficiat.